Jan Steen is een van de bekendste schilders uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Een schilder uit de Gouden Eeuw, de 17e eeuw. Hij is heel bekend om zijn voorstellingen van verlopen huishoudens, kwakzalvers, verliefde meisjes, herberginterieurs. Maar wat veel minder bekend is dat hij ook hele andere schilderijen maakt. Dus historische stukken. Dat zijn voorstellingen die gebaseerd zijn op Bijbelse verhalen, op de klassieke mythologie en geschiedenis. We kennen nu ongeveer 450 schilderijen van Jan Steen. En nou, zo rond de 75, 80 daarvan zijn historisch stukken. Dus ongeveer een vijfde deel van zijn hele oeuvre bestaat uit historisch stukken.